Alweer bij Topbos zitten allemaal redelijk dicht bij elkaar. Dus het kan nog steeds spannend worden op het laatste stukje naar de finish toe. Eens even kijken. Nou, ze rijden hier bijna zij aan zij. Als ik het zo zie, dat wordt spannend. Wie gaat dat naar zich toe trekken? Wordt dat, ja, dan wordt het Jordi Weinberg als ik het zo zie. Volgende week nog wel Rijnekker. Dat was weer een spannende ontvolging van de zevende race toe. Ik zie Mees Korman hier voorbij rijden. Gevolgd door iemand bij mij op de tweede plaats van de Boscrossers. Samen met de Zuurskosser, Mees Korman en Jesse Vedder. Categorie Boys 9, Girls 10. We zijn er weer in de kortbocht. Ja, kijk eens. Stuk de finish. Wordt dit spannend of wordt dit niet spannend? Ik denk niet dat het heel spannend wordt, want nummer 1 heeft toch wel een redelijke voorsprong genomen. Mees Korman van de Kleine schrijft deze op. Gevolgd door iemand Merlijn van de Boscrossers en Brian Stam van de Kleindrijvers. Dan gaan we naar race 8.